Hey, hallo, welkom bij Poëzie voor één dag. Het is zover. Jullie hebben een hele hoop verzoekgedichten ingestuurd. Een divers gezelschap, mag ik wel zeggen. Een dichter van honderden jaren geleden. Een zelfgeschreven gedicht. Een dichter die ik helemaal nog niet kende, maar echt werkelijk prachtige poëzie schrijft. Van alles en nog wat. Dat zullen jullie de komende tijd gaan merken. Dank enorm voor alle reacties. Het was superleuk om er een collectietje van samen te stellen. Vandaag beginnen we bij een inzending van Tony Bos. En Tony Bos, ik begin niet voor niets bij hem, want ik ben een beetje schatplichtig aan hem. Hij raadde mij ooit de naam Poëzie voor één dag aan. Ik was nog maar net begonnen eigenlijk. Corona was uitgebroken, ik zat veel thuis en ik dacht, weet je wat, ik ga gedichten voorlezen. Dat deed ik nog op Facebook en heel simpel met mijn cameraatje, met mijn iPhone-cameraatje. Allemaal nog redelijk simpel dus. Inmiddels heb ik of het volwassen is, weet ik niet, maar in ieder geval een YouTube-kanaal. Ik heb een goede camera en verlichting. Dat is dus onder andere dankzij Tony Bos, want die leek het ook een erg leuk idee. Hij stelde een gedicht voor van Bart Moejaert. Dat is een Vlaamse, nog levende dichter. Schrijft voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Hij was de jongste van 7 zonen, moet je voorstellen. Geen dochters, maar 7 zonen. En zelf zegt hij dat hij best een bang kind was. En dat een beetje moed en dapperheid voor hem dus wel heel welkom waren. En daarover gaat ook dit hele mooie gedicht. Het heet Dapper. Luister maar eens. Dapper. Meer nog dan een ochtendzoen heb ik 's morgens moed van doen. Wakker worden is geen kunst. Dat gaat. Van kwaad is beddengoed zich niet bewust. En koude slaapt niet graag onder een deken. Het is de mat die met de wereld vergeleken veel te klein is als begin. En zelfs met mij er middenin een beetje knelt. Ik aarzel lang, rechtop in bed. Bedenk dat net als Jaaf het woordje bang vaak in mijn dagboek staat. Maar dapper is mijn broer. En zelf ben ik een held. Dat helpt. Opstaan is de kunst. Meer dan een paar ochtendzoenen heb ik nood aan stoute schoenen. Nood aan stoute schoenen. Dapper je bed uitkomen. Ken je dat? Ik weet niet of je een ochtendmens bent. Maar ik moet me vaak wel echt wakker slepen, om zo te zeggen. Hey, dankjewel voor het kijken. Oh, en ik vergeet nog. Er kwamen een aantal vragen over het schilderij hier achter mij. Dat is niet van iemand anders, maar van mezelf. Verbeeldt een van mijn beste vrienden, Gert van der Vloed. En ik maakte het nu al jaren geleden in een soort driftige bui. Ik denk dat ik er 10 minuten over heb gedaan. De verf rechtstreeks uit de tube. Ik ben er best blij mee. Mijn beste vriend is een beetje bij mij in deze video. Voor nu, tot de volgende keer.